Mark, daar staan we weer. Genomineerd als coach van Amsterdam 2016. Trots? Ja, het is altijd weer leuk. Altijd weer leuk. Ja, zeker. Je hebt deze nominatie vooral te danken aan de prestaties van de Holland 8. Ze pakte 2 World Cup overwinningen en de bronzen medaille in Rio. Kun je ons vertellen waar deze boot vandaan kwam? Nou, we hebben na 2014 hebben we nog eens even goed nagedacht. En zijn we uiteindelijk, we hadden een goede 4 en we hadden nog meer goede mensen. En uiteindelijk was het wel een goed idee, dacht ik, om met de 8 daar echt voor te gaan. En dat in eerste instantie hebben we ons moeten kwalificeren op de WK, een jaar geleden. Dat ging eigenlijk prima. We werden daar derde. En dat hebben we daarna doorgetrokken. Ja, want welke specifieke eigenschappen maken volgens jou, maakte deze boot zo sterk? Ja, nou ja, kijk, je moet natuurlijk een stuk roeivermogen. Je moet echt goed kunnen roeien. Dat moet je koppelen aan een fysiek vermogen. We hebben heel hard gewerkt om fysiek echt goed sterk te worden. En uiteindelijk moet je dat helemaal om gaan zetten nadat het ook, dat je dat ook op 2 kilometer goed vol kan houden. En dat is een hoop werk, een hoop trainen. Maar uiteindelijk, dat is denk ik waardoor we goed waren. Ja, je bent al heel lang eindverantwoordelijk voor de Nederlandse roeimannen. Ontzettend veel meegemaakt. Met welke motivatie stap jij iedere dag in je auto om hier het beste uit die Nederlandse mannen te halen? Nou, ten eerste, ik stap niet in de auto, want ik woon hier vlakbij. Ik ga gewoon op een fietsje. Maar mijn motivatie, het is, ik vind het mooi om met die jongens te werken. En je helpt hun bij het verwezenlijken van hun droom. En dat is zo hard mogelijk roeien en resultaten boeken. En dat vind ik mooi. Ik vind dat leuk. En dat, ja, je werkt met mensen die heel gepassioneerd zijn, echt vol erin gaan. En dat maak je niet overal mee.